Ja, Martin, we zijn weer in Marbella voor de vijfde keer met Feyenoord. Hoe is het om weer hier te zijn? Goed, dat voelt vertrouwd. We hebben hier fantastische omstandigheden om te trainen. We zitten hier in een hotel waar we ook al het derde of het vierde jaar achter elkaar zijn. En wat we eigenlijk zo goed als alleen door ons bewoond wordt, want er zijn bijna geen andere gasten. Dus dat geeft heel veel privacy. We gaan weer trainen op Marbella Voetbalcenter. Daar liggen plaatjes van velden. Dat is eigenlijk ideaal om te trainen. En ik vind het altijd heel prettig om een eerste seizoenshelft, maar ook een tweede seizoenshelft te beginnen met zo'n trainingskamp. Om die hele groep, technische, medische staf, facilitaire staf, maar met name die spelersgroep, gewoon een aantal dagen bij elkaar te hebben. Die heel gemakkelijk met elkaar in contact komen. Ik kom heel gemakkelijk met iedereen in contact, waarin je dus heel informeel gesprekken kunt voeren. Dan kun je met elkaar naar iets toegroeien. Veel arbeid verzetten op het trainingsveld. En daarnaast ook goed je rust pakken om weer te herstellen. Goed te eten en te focussen op die tweede seizoenshelft nu. Er zijn 28 spelers mee naar Marbella gereisd. Wat kunt u vertellen over de samenstelling van die groep? Nou ja, dat is een hele, hele behoorlijke groep. Maar dat hebben we ook bewust gedaan. Eén is het natuurlijk, de kern is gelukkig weer mee. En een heel aantal spelers van de kern die langdurig geblesseerd zijn geweest, helaas, die zijn allemaal weer terug. Jan-Arie van der Heijden, Erik Botteguin, Ricciano Haps, Miguel Nelom. Allemaal spelers die eigenlijk weken, maanden eruit zijn geweest. Nou, die zijn er weer bij. En die kunnen gewoon hun trainingen meedoen. En zijn weer volledig geïntegreerd in de groep. Ook voor hun is dat natuurlijk eigenlijk hartstikke goed om zo te starten. En we hebben een aantal jonge spelers meegenomen. Zoals dat het beleid van Feyenoord is. Nou, Tyrell Malacia, Dylan Vente. Die hebben zich al laten zien in de afgelopen weken. Maar die er ook aankomen, dan Lucherel Geertruida. Zijn debuut gemaakt tegen Swift voor de beker. En dan hebben wij Orkun Koksu en Wouter Burger als echt jonkie. Nou, die zijn ook mee om te ruiken, om te proeven van het niveau. Hoe gaat dat nou in de absolute top? Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat wordt er gevraagd? Dan gaan ze uiteraard kijken naar hun voorbeelden die ze hebben. Ja, dat is hartstikke goed. Wij hebben een inzicht in hun niveau en hoe pakken ze zich op en hoe gaan ze met al die zaken om. En zij kunnen eraan proeven en kunnen daarna zich daarin verder ontwikkelen. Iemand die niet mee is Michiel Kramer. Wat kunt u zeggen over zijn situatie? Ja, Michiel die heeft eigenlijk ons aangegeven dat hij graag een stap wil maken om zijn carrière weer een nieuwe impuls te geven. Nou, hij heeft nog een half jaar contract. Dat contract gaat Feyenoord ook niet verlengen. Nou, dan is de focus van Michiel anders dan die van ons, want wij kijken naar de tweede seizoenshelft. Hij kijkt met name naar zijn eigen toekomst. Nou, dan hebben we besloten om Michiel een programma thuis in Rotterdam te laten afwerken, onder leiding van Bas van Bentum onder andere. En zo gaan we het doen. Dan gaan we kijken hoe het zich ontwikkelt.